selectie Eskamp team heeft net een fietsroute afgelegd. Fietsen langs de kunst van Jan Snoek in Eskamp. Wie zit er achter het collectie Eskamp team en hoe is dit initiatief ontstaan? Nou, het collectie Eskamp team is ontstaan vanuit een project van Platform 57. Dat was de actuele kunstorganisatie in Zuid 57 in Eskamp aan de Zuid-Larenstraat. En Platform 57, dat bestaat niet meer. Die mensen die van de organisatie zijn weer andere dingen gaan doen. En een van de projecten die we al deden, dat was in samenwerking met het stadsdeelkantoor. Dat was het collectie Eskamp team. En dat is eigenlijk ontstaan omdat er een aantal beelden van die er waren in het stadsdeel, die konden een opknapbeurt gebruiken. En toen heeft het stadsdeel gevraagd of wij konden helpen daarmee, om daar een goede restaurator voor te zoeken. Maar ook om dat eens wat aandacht te geven. Want Eskamp is echt uniek als het gaat om de hoeveelheid naoorlogse kunst. En dat weten mensen eigenlijk helemaal niet. Er is verschrikkelijk veel mooie kunst te zien in Eskamp. En wij hebben toen, dat was in 2014, aan een aantal mensen gevraagd, welk beeld of welk kunstwerk vindt u nou zo erg van belang dat we het nog even, dat we het een opknapbeurt geven? Dat hebben we toen een oproep voor gedaan, de krant. Daar hebben een aantal mensen op gereageerd en daaruit is het collectie Eskamp team ontstaan. Een team van bewoners van Eskamp die dus eigenlijk heel graag zoveel mogelijk mensen in en om Eskamp willen laten weten dat er zoveel mooie kunst is. En dat doen we door fietstochten te organiseren. Maar ook door goed op te letten of er beelden misschien beschadigd zijn of er slecht uitzien. En daar contact te zoeken met stromen, met de gemeente op allerlei manieren om te zorgen dat het blijft bestaan en dat mensen ervan af weten. Je hebt net meegefietst. Wat vond je ervan? Ja, het was een apart fietstocht. Op een behoorlijk natte dag. Hebben we toch nog van de zes beelden die we eigenlijk zouden zien, al wel vijf gezien. En van die vijf beelden, was er nog een speciale beeld wat je echt mooi vond of zo? Het is wel kunst die me aanspreekt, zeg maar. Ik ben zelf ook kunstenaar, dus ik vind het wel grappig om te zien. Om maar echt één bijzonder beeld wordt uitgestoken. Op een gegeven moment zijn er meerdere oude woningen. En daar zijn betonnen beelden, en dat zijn voornamelijk hoofden. Dat was wel een beeld wat mij meer aansprak, want het is toch iets figuratiever dan de rest. Zeven beelden van Snoek en ook een aantal beelden die niet van Jan Snoek zijn, maar waar je toch langskomt. Dan dachten we, nou, dan is het wel leuk voor de mensen om te weten dat die er ook nog zijn. Want volgens mij zijn er ruim 100 beelden in Eskamp uit die periode en andere periodes. Voor ons in ieder geval wetenschap dat wij na deze tweede fietstocht natuurlijk nog lang niet klaar zijn. Daar komen er nog minstens 6 bij. Zeker weten. Gijs, waar gaan we heen? Oké, we gaan die kant op. Yeah. Wat is er allemaal aan informatie beschikbaar? Ja, we hebben een fietsroute gemaakt met een duidelijk kaartje, zodat je weet waar je naartoe moet, met een korte omschrijving van welke beelden je ziet. Maar we vonden het ook belangrijk dat mensen weten van, nou, wie is die Jan Snoek nou? We zijn ook langs geweest bij hem op zijn atelier, want hij leeft nog. Nou, toen ben ik via met Jan Snoek in aanraking gekomen, in contact gekomen, daar een keer op bezoek gegaan. Toen bleek dat het geen naam had. Hij maakt dat en dan de inspiratie die hij op dat moment heeft en al zo geschieden. Nou, dan ben je daar in de Tromstraat en nou, het meeste van jullie weten dat dus nu. Dan kijk je je ogen uit naar wat daar staat. En dan denk je van, had ik maar heel veel geld, dan kocht ik de hele tent leeg. En als ik dus zeg maar als ik zo'n fietstocht wil doen, moet ik me dan ergens aanmelden of op een website of iets? Nou, om de fietstocht te rijden is het hartstikke makkelijk. Je gaat naar Zuid 57 en bij de kassa liggen ze. Dan zijn ze gewoon gratis. En dat is ook nog het begin van de tocht. Dus je pakt hem en je kan gelijk beginnen. Verder is het misschien leuk om te weten dat het collectie Eskamp team heel actief is op Facebook. Als je gewoon collectie Eskamp opzoekt, dan is er wekelijks zijn er verhalen over de kunst in Eskamp te vertellen. Dat doet Thijs, een van de leden van het collectie Eskamp team, Thijs van Galen. En wij zorgen natuurlijk dat we regelmatig vertellen over de activiteiten die we doen. Maar de beste manier om op de hoogte te blijven van onze activiteit is via die Facebook pagina. En de fietstocht, hij ligt naast de eerste fietstocht. Dus ik zou zeggen, lekker fietsen.